Allerbeste kijkers, welkom bij mijn eerste vlog. Mijn naam is Sjoerd en ik ga vandaag op tweede kerstdag speciaal voor jullie mijn eerste vlog uitzenden. Jullie gaan lekker met mij mee op pad. Zoals je kan zien heb ik voor speciaal voor kerstmis ook nog eens de kerstmuts op. Speciaal voor vandaag, het mag van de baas. We gaan vandaag lekker meldingen rijden en ik ga jullie daar dingen over vertellen. Na afloop. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. De vlog is wel een beetje nieuw voor mij, dus ik heb er echt heel erg veel zin in. En ik hoop jullie ook. Nou, dan gaan we nu even de auto klaarzetten. Dan gaan we zo lekker een stukje rijden. Het zou net buiten het politiebureau een ongeluk gebeurd zijn. Ga even kijken. Hallo. Wat is er aan de hand? Ramming officer. Alright, maar er zit hier. We gaan even die vrouw helpen. Gaat alles goed met u? Hallo? Ik ben voor mijn vrouw maar even een ambulance hierheen gehaald. An ambulance requested in Rancho. Nou, wat is er allemaal gebeurd, mevrouw? Legt u mij dat eens uit? Die komt wel in niks. Nou, dan zal dat wel. Gaan we even wachten op de ambulance. Daar is die. Zo. Nou, parkeer hem daar maar. Zo. Mevrouw op de grond leggen. Oh. Dan vragen we. We've got an ambulance call in Rancho. Nou, er komt een andere ambulance. Kijken of die wel ons wel kan helpen. Yes. Komt er maar. Nou, kan ze er wat voor doen of niet? Gaat het lukken, broeder? Heb je hulp nodig? Nou, die is niet meer te redden, dan wordt het een plaatsdelict. En dan ga ik mevrouw aanhouden. Mevrouw, mag even je handen omhoog doen. Aangehouden. Gaan we even liggen, gaan we even liggen. Dat is de enige manier om haar aan te houden. Ze moet echt even mee. Om precies de toedrag van dit voorval kunnen bekijken. Dus dan gaat ze even mee. Stap maar in. Oh, lekker cameraatje. Oh, stapt u maar in, mevrouw. Niet? Stapt u maar uit hoor, kom maar. Nou, even deur open. Komt u maar mee. Maar mevrouw, deze kant op. Kom maar. Gaan naar binnen. Mocht u even hier naar binnen? Oh, komt er maar. Dankjewel. Hey, kom even hier. Naar binnen. Er komt zo de hulpofficier van justitie. Die komt uw aanhouding toetsen. En het een en ander met u bespreken. En dat is verder goed zo. Als u wat nodig hebt, moet u maar roepen.
Dan ga ik weer verder met mijn taak. Dankjewel. Nou, zojuist zijn we bij melding geweest van een aanrijding met letsel. Ter plaatse bleek het letsel erger te zijn dan gedacht. Het slachtoffer is helaas overleden. En daarbij hebben we de bestuurder van de motor hebben aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. En daar kunnen we helaas niet veel over zeggen, want het is nog pas net gebeurd. Maar ik zal kijken of ik jullie later nog meer nieuwtjes hierop kan geven als we die hebben. Ja? 1-18, respond code 3. Oh, achter voet. Politie, staan blijven. Oh, nou, mijn collega's hebben hem gevloerd. Gaan we snel boeien. Come on. Oh, nou, collega's houden hem aan. Het is Arjan. Arjan is brigadier. Arjan neemt hem niet mee. Arjan vraagt of ik hem mee wil nemen. LSPD, I will kill you. Kijken of we hem mee kunnen nemen. Blijkbaar niet. Kijk, dus mevrouw. Hier is uw portemonnee weer. Alsjeblieft. Hou hem veilig, hè. Kunnen wij weer met vervolg. Arjen die had de verdachte meegenomen, zei hij toch tegen mij. Dispatch calling unit 6, call 20. We have assistance. Politie, staan blijven. Staan blijven. Hier. Zo, politie, we aangehouden. Kom aan. Hand op je rug. We zijn geboeid. Attention all units. Code 4, all units return to patrol. Oh, maar mij. Doet u aangifte? Ja, relax man. Hey, gaat u aangifte doen op het bureau? Top, dan zie ik u zo. Nou, we kregen net de melding van een tasjesdief. Dan gingen we snel ter plaatse met prio 1, met toestemming dus. Dat wil zeggen met optische geluidssignalen, dat we snel mogelijk naartoe gingen. Nou, eenmaal ter plaatse zagen we een verdachte wegrennen. Die werd al door collega's ingehaald en echter aangehouden. Daar waren we dus net op tijd bij. Daarna gingen we direct door naar een melding van als spoedassistentie voor de ambulance. Die werden middel op de snelweg aangevallen door een agressieve bestuurder midden in de file. Dus nou, daar iemand te plaatsen zagen wij de man. En die hebben we na een korte achtervolging te voet hebben we hem te pakken gekregen en aangehouden. Die is dus meegegaan naar het bureau. Als het goed is komen de collega's van de ambulance zo aangifte doen. Volgens mij eentje van mishandeling. En dan wordt de zaak opgemaakt tegen de verdachte. Ja, dan gaan wij zo even een broodje eten. Dat hebben we wel verdiend. Daarna voor alles invoeren in de systemen. Daarna gaan we weer lekker op surveillance door de stad heen.
Hallo meneer. El Barrel Heights. Uw auto, we krijgen van het OC door waar het voertuig is. Doe de GPS-trekker op. Politie aangehouden, staan blijven. Hij zegt, wat zeg jij? Op de grond, nu. Hand op je rug. Zojuist hadden wij een melding gehad van een eventueel gestolen voertuig. Eenmaal bij het voertuig aangekomen, wouden het voertuig niet stoppen. Geprobeerd de bestuurder aan te houden, deze is ontkomen. Daarna hebben we wel de bijrijder aan kunnen houden. Maar achteraf leek het dus helemaal niet om het gestolen voertuig te gaan, maar had de bestuurder geen rijbewijs. Vandaar. Nou, tegen hem loopt nog een opsporingsonderzoek. We willen nog weten wie hij is. Maar in ieder geval hebben we wel de bijrijder en misschien dat hij ons later wat meer kan vertellen. Laat het hopen. Units respond code 2. Hé hey man, wat is er gebeurd? Ja, beveiliging hier. Hij is een verboden gebied. En hij wil niet weg. Hij wil niet weg. En hij is onder invloed. Oké, okay. Gaan even kijken. Hallo meneer. Gaat alles goed met u? Wie bent u? Bernardo Margarin. Hey, Bernardo, blijf even staan, ja? Hey, Bernardo. Nou, je wil alleen maar goede tijd hebben, Bernardo. Oké, maar kan je niet ergens anders gaan zitten dan? Want dit is een verboden gebied, man. Ja, hij is boos omdat hij bij een bende zou zitten en hij begint allemaal te raaskallen. Oh, dat gaat niet goed. Even een ambulancetje erbij. We've got an ambulance requested in Elysian Island. Gaat goed met jou, Bernardo? Ja, dit is Bernardo. Hij is net op de grond gevallen. En vermoedelijk onder invloed van iets.
Hij reageerde nog wel. Dat is ABC's debuut. Volgens mij doet hij gewoon een beetje raar. I'm here. It's gonna be okay. Jawel. Kijk, daar komt hij. Hey, Bernardo, jongen, gaat het weer? Hey. Hey, als jij nou even lekker naar huis gaat zo. Dan laten we het hierbij, ja? Als jij gewoon even lekker gaat. Dan is het goed. Oké. Okay. Nou, hey, Bernardo. Dat is denk ik beter als je even met mij meegaat. Omdat je onder invloed bent, doe ik je voor mijn veiligheid de transportboei om. Dan brengen we je even naar een uitslaaphol. En dan kom je maar gewoon lekker. Gaan we morgen weer naar huis. Stap maar in. Goed zo. Zit je goed? Doe even de deur dicht. Kom maar, Bernardo. Kom maar. Yo. Komt u maar. Daar is hij. Kom maar, Bernardo. Hey, Bernardo. Kom maar. Hier zo. Zo, die is echt nog dronken. Hey. Ga maar lekker op het bed liggen. Slaap je roes maar uit, pik. Ajoe, sterkte. Nou, we hadden zojuist een melding gehad van een beveiliger in nood. Daar zijn we met vliegende vaart heen gereden. Iemand te plaatsen was daar een jonge man onder invloed. Die wou het terrein niet verlaten en het leek ons beter dat we deze gozer even meenamen. Dus die zit nu in de uitslaap zo. En... In Chamberlain Hill. Nou, even die melding die hier doorheen komt. Ha. En die, die beste gozer die slaapt er zo zijn roes uit. En dan krijgt hij een dikke prent en dan kan hij naar huis. Copy that, dispatch. Roger that, 6, hall 20. Charlie 4, roger that. We're in the area. Kun je staan blijven, Schiet? Kun je staan blijven? Zo. Niet bewegen, op de grond nu. Attention all units. Aangehouden. All units return to patrol. Laat je anders zien. Yo, deze is veiliggesteld. Tijd voor de ambulances. Attention all units. We have an ambulance requested in La Mesa. In ieder geval één weg afgesloten. Wapenbergen. Nou. Meerdere schotwonden. Been. En een lagere buik. Bloed als een rund. Kijk of je nog wat voor hem kan doen. Even kijken. Collega's oké. Okay. Misschien wel. Lekker. Even. Nou, hier kunnen ze niks meer aan doen. Ze dus hier een plaatsdelict wordt het hier dan. Hebben we deze? Nou, ze hebben bijna alle twee de verdachten hebben niet gehaald. Dan gaan we hier even de papierwinkel afronden. Zojuist waren we bij een melding geweest van collega's in nood, werd opgeschoten. Die hebben we kunnen ontzetten. Daarbij hebben we een verdachte een aantal keer geraakt met het vuurwapen. Hiervoor loopt er nu ook een onderzoek intern, zoals altijd. Maar dat komt allemaal goed. Tenminste, daar heb ik alle vertrouwen in. Nou, dan wil ik jullie verder ook nog bedanken om te kijken naar mijn eerste vlog. Ik weet niet wat jullie ervan vonden, laat hieronder even weten. Ik vond het zelf heel erg leuk om te doen. Ik wil ook vaker met jullie gaan vloggen, want ik rij ook op de motor.
En ja, ik ben ook af en toe verkeersagent. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. En dat wil ik jullie allemaal mee gaan nemen. En allemaal verschillende ja, leuke en ook spannende, maar vooral leerzame momenten in mijn werk. Dus nou, vond je dit een leuk filmpje? Doe dan even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer je op dit kanaal, want hier ben ik Sjoerd, de politievlogger, vaker te zien. Dus dank jullie wel voor het kijken en tot binnenkort voor mijn tweede vlog. Ik heb er zin in. Dank jullie wel.